Wil je opkomen? Heel goed. Een hele goede morgen. Even wat zachter zetten hier. Ja. Maar. Nou, het is 4:10 s'nachts. 22-2. Best een mooie datum. En het lijkt er wel echt op dat de bevalling op gang aan het komen is. Het heeft nu zogehete voorweeën. En toch wel met enige regelmaat. Dus ja, we zijn er maar uitgegaan. Ik heb mijn werk opgebeld. Ze heeft ook om 1 uur of zo is de slijmprop verloren. Ze zit nu even op het toilet en ik heb net een kruikje voor haar gemaakt. En ja, nu is het eventjes even afwachten. Ik ga even een lekker theetje maken. De honing. Ja. Wat is de status? Wat is de gang van... Het is toch een beetje onregelmatig, maar ik vind het ook heel lastig te bepalen. Omdat ik volgens mij vooral rugweeën heb in plaats van... Echt zo op mijn buik voel. Ik krijg gewoon keiharde buik. Maar ik heb vooral echt aan de onderkant pijn en mijn onderrug. Onder mijn buik en onderrug. Dus ik vind het een beetje moeilijk te bepalen wanneer die nou precies begint, zeg maar. En stopt. Maar slaap zit er niet meer in. Gewoon de weeën tellen bij en we pakken een lekker bakje. Kijken ouderwets Comedy Central in de nacht en we zien wel hoe het loopt. Ja toch? Nu ben je nog lief. Kom op, trek Els. Gozi. Nou jongens, vrouwtje gaat even plassen. Het is inmiddels 12:30. Het is nog steeds een beetje hetzelfde. En we hebben zometeen een primeur, want de 100ste wee zit eraan te komen. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk om even te melden. Ja, ik kan editen, maar ik kan ook gewoon zeggen dat ik een foutje maakte. Ik word verbeterd. Het was natuurlijk de 100ste wee is een mijlpaal en geen primeur. Dus, maar ja, ik heb ook maar 2 uur geslapen. Dus. Even kijken, zoals je kunt zien op de klok is het nu 3:50. En we hebben nu de verloskundige gebeld. En die zijn binnen een uurtje hier. Ik hou het nu even kort. René heeft niet zo zin in de camera nu. Dus, het wordt nu wel echt heel spannend. Ik kan ook niks doen, hè? Maar ze doet het heel goed. Ik ga ze wel helpen. Is het fijn? Dat hij het ook wel lekker vindt. Gewoon een sausje. De harde nog zachter, of is het zo? Ik weet gewoon niet wat je ooit gaat doen. Ik wil zo graag allemaal van alles voor het doen, maar... Als jij dan moet huilen, moet ik ook aan. En hormonen.
Het heeft jullie niet geslapen. Ik heb ook gewoon emoties van jou. Wat is echt keihard die buik, joh. Echt niet. Hij komt. Even luisteren, even kijken waar het beste te horen is. Niet hier. Dat verschijnt er nog wel aan deze kant. Ja, ik denk het wel, ja. Zo duidelijk horen. Mooi hoor. Volgens mij hetzelfde als voorheen. Kijk, er zit ergens een bekertje. Kijk, dan kan je het als richten. Mm-hmm. Moet even kijken waar het bekertje zit. Ja, hier zit. Ja. Heb je hem? Hallo? Ja. Waar is het bekertje? Ja. Papa. Oh, lekker in mijn kokom. Ja, zit je lekker? Ik heb het niet meer. Ik ga het echt allemaal volgens een boekje. Helemaal geweldig. Ik ga het echt helemaal volgens een boekje. Toch je bad, hè? Dat is wel fijn. Ja. Dit is dan ook iets dat je denkt, dat kunnen ze toch in mijn huur ook doen. Maar ja, ze hadden sowieso al geen plaats. Geen kamers te komen. Gewoon geen kamers. Groep al. Ik doe gewoon helemaal niks. Ik denk gewoon dat het niet doet. Gaat niet altijd? Ja, dat komt omdat die daar heel erg lekt. Water om te luisteren. Nee, als ik eruit moet. Oh, wat ben je? Even zo maar.
tafel. Neus in, hè. Anders. Neus in. Supergoed. Ik kom voor het warm eten. Nou, of vooral weer eten? Of, iemand hier warm eten? Nou, nu niet, nee. Nu niet? Nee, mevrouw is nog volop. ja. Dankjewel. Ja, even ontspannen. En dan weer rechtuit, je weer goed door je neus in dan. Door je kriebuffjes uit. Ja, op bed speel je ook, hè? Door je neus en door je mond in je water. Tegenover, ja? Nou, eigenlijk ook dat ik denk, oh ja. Zo ging dit. Respect. Dus, niet vooruit is gegaan, dan wil ik niet. Maar ik denk persoonlijk wel dat er wat gebeurd is. Oh, zulke goede weeën. Dat wel. Het verschil met voor de vlies en na de vlies. Ja, maar ze wil nu gewoon het resultaat zien. Ja. Ik naar de vliesje breken, als er eentje erbij. Goed dan even je rechterarm. Even vuist maken. De wee is voorbij, dus ik wil hem even snel voelen. Ik haal deken weer van je af. Je moet bij dat bed zitten. Je moet je benen gewoon weer aan de zijkant laten vallen. Wat we gaan doen, we gaan je blaas even leegmaken. Je hoeft niet naar de wc, je krijgt gewoon één keer een katheterisatie. Ga even een slang voor je blaas, dan halen we er gelijk weer uit. Ja? Ja. Ik ben niet opzij. Ik ben maar van vies.
proberen. Ik ben zo voorzichtig. Zo, roep nou met Jessie zelf. Ja? Niet in mijn vingers knippen natuurlijk. Ja. Die zijn heel duur. Ja. Ja. Yes. Politie zonder E. Ja. Maar mijn neefje was ook 4,5 geloof ik. Oh ja? Ja, echt goed. 41, 30.